zelfs over iets kunnen meekomen. Vrienden, spiegeltje aan. Van harte welkom allemaal. Het is, ja, Fleur en ik hebben voor een grappeling aan elkaar gezegd van stel je voor dat we deze tafel helemaal vol krijgen. En het is gelukt. Nou, meer dan vol. Het is gelukt. We hebben bij de laatste stap van zaken 37 zetels gehaald. Kunnen jullie het voorstellen? 37 zetels. Dat hebben we gedaan met ongeveer 3 euro aan campagnegeld. Aan wulspotjes op zendtijd politieke partijen na op de televisie. Aan geen enkele advertentie in de krant. Maar wel met de goede ideeën en de goede mensen. De kiezer heeft gesproken, de verhoudingen liggen vast. En nu is het belangrijk dat we overstappen van elkaars verschillen zoeken naar het zoeken naar overeenkomsten. Omdat wij, ter wille van die Nederlanders die echt een signaal hebben gegeven dat het anders moet in Nederland, dat we nu met elkaar gaan kijken of we dat met elkaar voor elkaar kunnen krijgen. Ik heb veel vertrouwen in dat het gaat lukken. Ik hoop dat het gaat lukken. En wij zullen, aan ons als PVV'ers zal dat in ieder geval niet. En kunt u die 37 kikkers een beetje in de kruiwagen houden, denkt u? Daar heb ik Fleur aan gemaakt. Op Nederland en de Nederlanders. Op Nederland en de Nederlanders.